Beste kijkers, goeiedag. Wij gaan een geweldige actualiteit beleven in Licht op Leiden. Hartelijk welkom natuurlijk u allemaal. Want we gaan praten met Tjeerd Scheffer. En dan zegt u, Tjeerd Scheffer, waar ken ik die niet allemaal van? U kent hem van heel veel zaken. Van heel veel Leidse zaken, vooral Leidse zaken. Maar u kent hem denk ik toch in de eerste plaats van de marathon. En over die marathon gaan we het uiteraard hebben. Tjeerd, goeiedag. Dag Tom. Ben je al zenuwachtig? Nee. Nee? Ben je dat nooit voor zo'n gebeurtenis? Want het sloeg in als een bom toen een aantal dagen geleden bekend werd gemaakt dat de Leidse Marathon doorging. Toen hebben we wel een traantje weggepinkt. Ja. Dat wel. Ja, precies. Maar nerveus worden we niet meer zo snel na 30 jaar. Nee. Dus we weten wat we moeten doen. Ja. Het gekke was wel dat we in 3 maanden, wat we normaal in 3 maanden tijd doen, daar hadden we nu 4 weken voor. Ja. En daar zijn we enorm mee bezig. Dus de crew die we hebben op kantoor en laten we zeggen de vrijwilligerscrew die we hebben, van toch gauw 30 man of zo, die altijd de kar trekken. Ja. Die zijn volop bezig. Ja. En wij zijn klaar strakjes op 10 oktober voor het grote gebeuren. Ja, je bent natuurlijk de godfather, zou je mogen zeggen, van de Leidse Marathon. Een van de grootste, heb ik begrepen, sportgebeurtenissen in Nederland. Nou, dat valt wel mee. We zitten wel in de top 10 als het gaat om de hardloopwedstrijden. Precies. De marathons en zo, dus dat klopt. We worden wel geschaard bij het groepje van Amsterdam Marathon, Rotterdam Marathon, de Zevenheuvelenloop. Een aantal van die andere grote lopen. Daar heb ik ook elke 2 weken een overleg over met die organisatoren daarvan. Dus we kennen elkaar goed allemaal. Oké. En dat is vooral tijdens corona heel actief geworden. Ik kan me voorstellen. En daarnaast is het ook nog zo, heb ik begrepen, dat de Leidse Marathon eigenlijk het eerste grote evenement is in die categorie dat weer doorgaat. Het allereerste. Ja, ja precies. Ja, dat klopt. Iedereen kijkt naar ons. Ja. Dus daarom willen we het ook wel heel goed doen, dat snap je. Iedereen houdt zijn hart ook vast. En ik moet je eerlijk... Nee, dat valt wel mee. Er zijn wel een aantal mensen, een beperkt aantal mensen die zeggen... ja, ik ga het toch niet meedoen. Ja. Om reden van angst. En dat snap ik. Maar verder horen wij overwegend van, nou, fijn dat het weer kan. Mm-hmm. Het gekke fenomeen is wel dat lopers niet zo snel massaal inschrijven. Dus we lopen flink achter. Ja. Dat hoort dan blijkbaar hierbij. Nou, we gaan wel zien hoe we dat doen. Maar laten we eerlijk zijn, het is Henri Lenfrink die zijn nek uitsteekt. Als eerste burgemeester die zegt, hallo, dat hardlopen is een sportbeoefening. Dus dat gaan we gewoon doen. Ja. En die toeschouwers, ja, die bevinden zich eigenlijk op een doorstroomlocatie. Vergelijkbaar met de markt en met de Haarlemmerstraat. Dus ook daar gaan we ze loslaten. Toestaan gewoon te gaan staan waar ze willen. Wij hebben op onze beurt gezegd, oké, dan gaan wij in de communicatie vooral roepen. Dames en heren, neem de ruimte. Gebruik de ruimte. En hou een beetje rekening met het feit dat we met z'n allen toch net van die 1,5 meter afkomen. Ja, nou heeft Harry Leverick natuurlijk ook het grote voordeel dat hij een centrale oefening heeft. Generale oefening heeft volgende week met 3 oktober. Absoluut. Ja, maar goed, als dat fout gaat, wat doet hij dan nog met ons? Ja. Nee, het gaat allemaal door bij ons. Hij heeft wel vertrouwen in ons en dat vertrouwen gaan wij niet beschamen. Dat nee, dat is daar. Over die marathon gaan we natuurlijk nog uitvoerig hebben. Want je hebt eigenlijk behoefte aan, en misschien mag je daar eventjes mee beginnen, aan 2 zaken. Lopers moeten inschrijven. Ja. En heb je nog vrijwilligers nodig? Nou, toevallig hebben we er nog wel een enkele tientallen tekort. Ja, dan zeg je op 1100 is dat niet zo gek veel, maar nee. We hebben gewoon... toch op cruciale plekken nog wel een aantal mensen nodig. Dus een stuk of 30, 40 kunnen wij zeker gebruiken. En dan, als mensen zeggen, nou dat willen we wel, wat moeten ze dan doen? Nou, vooral langs het parcours. Helpen met verkeer tegenhouden. Dat hoef je niet altijd zelf te doen, want er zijn verkeersregelaars voor. Ja. Maar je staat daar wel bij hekken en zo. Maar ook bij verzorgingsposten bijvoorbeeld. Dus lopers helpen en zo. Nou, hoe moeten ze zich opgeven? Door simpelweg te bellen naar het marathonbureau. Of info@marathon.nl. Dat is de makkelijkste van Nederland. Okay. Marathon.nl is onze domein. info@marathon.nl. Ja. En dan komt het allemaal goed. Ja, en als ze bellen, mogen ze naar Mok vragen. Naar Mok? Ja. Wie is Mok?
Dat gaan we zo meteen zien. Okay. Ja. Nee, want je begrijpt wel, het gaat natuurlijk, Jeert, vandaag over de marathon. En dat is het centrale thema. Maar we doen dat heel graag door heel de mens, Jeert Scheffer, natuurlijk te laten zien aan het Leidse publiek. Want we zijn allemaal benieuwd wie die Jeert Scheffer is, die we toch allemaal kennen als de hoogste baas van sport in Leiden, de marathon en noem het allemaal maar op, ook nog uit de politiek. En over heel die mens gaan we beginnen en we doen het altijd in het eerste blok, doen we dat van hoe is het allemaal gekomen, waar kom je vandaan, ben je een echte Leidenaar of niet, en dat gaan we nu zien, want we hebben een aantal foto's waar jij hopelijk wat commentaar op zou willen geven. Dit is de eerste foto en dat is een heel bijzondere natuurlijk, want daar zit nog een zuster. Ja, Maria Alacoque, zuster Maria Alacoque. Dit was de vierde klas, als ik me niet vergis. En die zitten voor mij allemaal bekend. Waar zit jij? Ik zit helemaal rechts. De tweede van rechts, dat ben ik. Dus met dat brilletje net te hoog op zijn neus, zeg maar. Oké. Dat ben ik. Oké, leuk. Ja, en dat is de Barbara School aan het Levendaal. Die er niet meer is. Die er niet meer is, nee, precies. Katholieke school, ja. Dat zie je wel aan het nonnetje. Ja. Dus, vlak bij de bioscoop, gewoon aan de andere kant, hè? De camera. Ja, precies. Ik meen zelfs dat die daarvoor nog casino heette. Casino, zeker. Ja, maar camera in mijn tijd. Ja. En dat was dan ook weer naast Troef. En daar, volgens mij ga je daar nog wel over. Ja, daar komen we zo meteen denk ik ook nog wel op en zo. Dus je bent een echte Leidse Roomse jongen. Ik was een echte Leidse Roomse jongen. Ik heb een goede opvoeding meegemaakt, zeker mede door dat Roomse. Maar dat Roomse is er wel vanaf voor Ton. Okay. Ik ben wel een vrijdenker geworden. Okay. Maar geen spijt? Geen spijt, nee, helemaal niet. Ik heb een heel warm nest meegemaakt. Precies. Ik ben geboren in de Pioenstraat, daar niet zo ver vandaan. Dit was de Barbara School. Ik ben later naar de Lorentzkade verhuisd, wat school betreft. Ja. Petrus School. Ja. En de Pioenstraat was allemaal beloopbaar. Ja. Dus met vijf broers, toen vier broers. Oké, een Roomse jongen uit Tuinstadwijk. Volgende foto graag. Dit is heel bijzonder. Leg even uit waarom je dit zo'n aardige foto vindt. Nou, ja, het is heel aardig. Ik heb altijd wel geprobeerd te organiseren. En hier kwam ik. Dit briefje kreeg ik toegestuurd van Henny van Kamp, een goede vriend van mij. Zeker uit die tijd al. Ik ging namelijk een fuifje organiseren. Dat staat daar. Ter gelegenheid van het feit dat ik 14 jaar werd. Dus de taal die hierin staat is ook heel vormelijk. Mm-hmm. Ik heb ook precies op een rijtje gezet welke mensen uitgenodigd waren. En die we dus konden verwachten. En Henny had deze brief nog. Mm-hmm. Dus die heeft hij mij toegestuurd. Dus, en daaronder staat dan PS, als je platen hebt, neem ze dan mee. Ja, zo ging dat toen. Ja. En, jonge mensen die nu zitten te kijken, die denken van waar heeft hij het over als hij het over een vijf heeft. Nou ja, dat waren onze feestjes toen. Dan hebben we onze Spotify in ieder geval nog. Dit was onze Spotify die we zelf moesten organiseren in ieder geval. Ja, ja. Ga verder. Het is ook een, die mevrouw in het midden, die ken ik ook nog maar, vertel. Dat is Ellie Kerkhoffs. En daarnaast sta ik dus. Dus ik sta tussen die twee dames in. Ja, als je ze kan, kijk, alles wat een baard heeft is een man. En die, nou ja, de andere twee, daarna, iedereen kent de dames wel eruit. Ja. Ze heten alle twee Ellie, maar ik sta in het midden. Ik was hoofdcoördinator van de Pink Inn toen. Mm-hmm. Toen was ik, 73, was 19 jaar. Mm-hmm. En als je helemaal naar rechts kijkt, bijvoorbeeld die duistere meneer met dat vele haar. En die peuk in zijn gezicht, dat is Willem Anconé. De eigenaar van Barrera bijvoorbeeld. Ja. Helemaal links is Alfred Blokhuizen, tegenwoordig gedeputeerde voor GroenLinks in de provincie Zuid-Holland. Nou, zo zitten er nog wel een stel bij. Oh ja, die mag ik niet vergeten. Degene die daar achter, direct achter dat zittende, dat biertje zit in te schenken. Achter dat affiche van Pink in 73 is de Leidse glibber, is Emiel van Aalst. Ja.
Willem Anconet, Emiel van Aalst, het is een hele bijzondere foto. Maar Eddy Kerkhoffs is een stralende middelpunt en zo. Ja. Want dat is een legendarische Leidse ontwikkelaarster. Hè? Ja, zij nam jongeren onder haar hoede. Ja. En niet omdat wij ontspoord waren, maar we waren wel allemaal zoekende. Ja. En dat zoekende, dat resulteerde uiteindelijk in toch veel bewustzijn. Dat deed zij als directrice van Troef in Vormingscentrum voor jongvolwassenen, heette dat vroeger. Ja. En daaruit is ook bijvoorbeeld het creatief centrum ontstaan. En daaruit is bijvoorbeeld ook deze Pinkin ontstaan. Pinkin was een openluchtconcert. Met bijvoorbeeld Mutt, die heb ik toen uit Engeland naar Nederland gehaald. En nog een paar van dat soort beroemde bands in die tijd. En dat is allemaal ontstaan door Eddy Kerkhoffs. En het leuke was dat zij er ook altijd bij was. Ja, fantastisch. Ja. Goed, daar ben je dus ook een beetje mee gevormd. Ja. 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 Dat is het nou. Hè? Hier gaat jouw muziek een beetje... Nee hoor, ik ben hier commentator. Oh, je bent commentator? Ja, ik heb een jaar of 15 aan sportbowling gedaan. Ja. Dus ik ben bowler geweest. Ja. Ik was ook journalist in die periode. Mm-hmm. En daarom ben ik toen gevraagd door Screensport, die is later overgenomen door Eurosport, om iedere week naar Londen te komen om daar het commentaar in te spreken van een PBA-wedstrijd. Een Professional Bowling Association-wedstrijd. Ja. En dat deed je in het Engels? Nee, dat was in het Nederlands. Dat was voor de Nederlandse televisie. Oké. Okay. Ik zat daar in één hok met een Spanjaard, een Duitser en een Nederlander. Die zaten allemaal in hun eigen taal, zaten ze die beelden te becommentariëren uit Amerika. Zoals Eurosport dat nog steeds doet eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja. En deze kreeg ik toevallig een jaartje geleden of zo toegestuurd van iemand. Ik wist niet eens dat dit artikeltje bestond. Nee. Dus vond ik wel erg grappig. Dat heb je dus ook gedaan. Ja. Goed. Ja. Leg uit. Sinds 2002. Ben Walenkamp, iedereen kent hem wel van Stichting Tegenbeeld. Kijk. Is een goede bekende van me. En die vroeg aan mij, Tjeerd, wil je me helpen? Want ik wil voortaan een krans leggen rond het hoofd van Rembrandt. De grote leidenaar die we hebben gehad. Precies. En ik zeg natuurlijk, maar waarom vraag je mij, Ben? Ja, simpel. Ik wil niet praten en jij kan lekker lullen. Dat is precies wat hij zei. Ja. Dus vandaar dat je me moet helpen. Nou, dat heb ik gedaan. En sinds 2002 doen we dat ieder jaar. Van 14 op 15 juli, s'avonds om 12 uur. Dan hangen we de krans om de nek van Rembrandt. Tegenover het oude Leids Dagbladgebouw. Mm-hmm. En dan hebben we Leidse Hartenveld jonge jenever bij ons. Zeker. En dan, als het regent zijn er 8 of 10 mensen. En als het lekker weer is zijn er 30 of 40 mensen. Iedereen krijgt een borrel. En dan proosten we na wat speeches en een gedicht van Leo van Zanen bijvoorbeeld. Dan proosten we op de volgende verjaardag van Rembrandt. Dan zeggen we, Rem, daar ga je jongen. Je bent vandaag 415 jaar geworden. Dat lekker lullen hebben we een paar maanden geleden ook nog kunnen meemaken. Toen Yveske van Belkum ridder in de Orde van Oranje Nassau werd. Dat heb jij ook op onnavolgbare wijze heb je dat aan elkaar weten te praten. En daar is er nog één. Nu we over lekker lullen praten. Ja, daar is er vertel, nog één. Vertel. Ja, nou, dit is Pecha Kucha. Pecha Kucha is een fenomeen dat uit Japan is overgekomen. En dat komt eigenlijk neer op een avond een aantal specialisten bij elkaar hebben. Vanuit welke discipline dan ook. Mm-hmm. Die je op een podium zet en je laat ze praten over waar ze goed in zijn. Mm-hmm. En met name daar waar passie zit. En ik werd dus gevraagd om daar spreker te zijn. Okay. En toen heb ik over topsporters in Leiden gesproken. En hier is Jochem degene die een filmpje had gemaakt. Dat had ik aan hem gevraagd. Om de topsporters die naar de Olympische Spelen gingen een hart onder de riem te steken. Mm-hmm. En dat filmpje is een legendarisch filmpje. Ja. En die heb ik toen daar getoond. Dit was in Scheltema. Ja, het is fantastisch. Want er zijn ook, zowel bij de Paralympics als bij de Olympische Spelen zelf, zijn natuurlijk heel veel Leidse succes geboekt. Hè? Ja. Ondanks het tragische ongeval natuurlijk van onze... Nicole? Nee. Van Riessen, hè? Laurine van Riessen, Laurine van Riessen. Die zo hard viel, die, ja. Maar het gelukkig weer een stuk beter mee gaat, hebben we begrepen. We hebben heel veel topsporters in Leiden. En we hebben nu, 3 medailles gepakt.
Maar dat is wel veel meer geweest vroeger. Hè? Tenminste, we pakken altijd wel wat. Er gaan altijd zo'n tussen de 7 en 10 leienaars naar de Olympische Spelen. Ja. Wat we met echt... voetballen tekortkomen, dat compenseren we met alle andere sporten. Zo helemaal, zou je het eigenlijk helemaal gelijk zeggen. Goed, dit was het nog niet helemaal. Want nou mag je het ook even vertellen. Je hebt het vaak over mok. Ja, dit is mijn mok. Dit is jouw mok. Ja. En met haar organiseer je ook bijvoorbeeld die marathon, hè? Doe nou, wij hebben elkaar aan de marathon overgehouden. Ja. Benny en ik. Benny is mijn eerste vrouw. Mm-hmm. Nog steeds hebben wij goed contact. We hebben een fijne meid. Daar heb ik ook 2 jongens van. We besloten uit elkaar te gaan. En nou, na verloop van tijd. Mok werkte toen al als office manager bij de marathon. En ik ben dan voorzitter. Ja, en op een zeker moment werd dat wat. Ja. En toen kregen we verkering, zijn we getrouwd. Mm-hmm. En dan kom je uiteindelijk ook een keertje op het Haring en Korrelijn Gala terecht. Ja, dat is ongeveer het hoogste wat een leienaar kan bereiken, toch? Hè? En kijk dan hoe mooi ze eruit ziet, joh. Dat is echt super, toch? Ja, dat is fantastisch, daarom. Ja, het hoogste, je bent ook nog een keer de leienaar van het jaar ben je dan geworden. Bij de Leidse ondernemers, hè? Op datzelfde moment werd mijn eerste kleinzoon geboren. En ik stond te trappelen om te vertrekken. En je moest kiezen. Ik mocht niet van Chris. Nee, nee. Uiteindelijk is het gelukt om toch, laten we zeggen, ja, hoe gek het ook klinkt, maar dat af te raffelen bijna. En ik heb wel iedereen heel erg bedankt, maar wel gezegd, normaal drinken we een biertje samen, jongens. En vieren we dit, maar ik ga nu echt weg, want ik ben net opa geworden. Ja. Die zaal die werd gek. Ja. Maar ik was gelukkig op tijd, hij was geboren en hij was nog niet getoond aan de familie. Okay, dus ik was op tijd terug. Maar jij werd leienaar van het jaar op dezelfde verkiezing als onze. Rianne van Kleef een bronzen medaille haalde. En zo. Daar waren wij bij Sleutelstad ook weer heel erg trots op. Ja. Dat begrijp je. De marathon. Nog eventjes laten wij wat zien. Ja, waarom wil je nou een marathon lopen? Ja. Een keer een marathon moet gelopen hebben, vind ik althans. En nou, dat ben ik, dus ik wil er gewoon aan meedoen. Dat is het gewoon. Ja, en voor mij is het een soort... hoogst haalbare of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, wat het bijzondere eraan is, dat lijkt me wel duidelijk. Het is natuurlijk de moeder van alle afstanden. Iets magisch. Op het moment dat ik het echt leuk begon te vinden, dat hardlopen, heb ik altijd tegen mezelf gezegd van nou ja, die marathon die loop ik ook nog wel een keer. Of ik het wel ga halen, want na die 35 kilometer dan begint pas de echte marathon, zegt iedereen. En dat gevoel, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Je weet niet wat je over je heen haalt op het moment dat je zoiets organiseert. De eerste keer hadden wij 2300 lopers. Maar vooral de schatting van de politie was 60.000, 70.000 mensen langs de kant. Meteen al. Dus Leiden stond op voor de marathon. Het was echt superleuk. We gaan de 22e organiseren in mei. Er zitten 6 mensen in. Eentje, dat is de voorzitter. En we hebben iemand die is verantwoordelijk voor het parcours, voor de verzorging. Voor het start-finish gebied, automatisering.
heb ik hem wel. Wat de vorige keer al aan de orde was, is dat we voor de editie 2012 gaan proberen zo weinig mogelijk te veranderen aan de parcoursen. Het idee om die start wederom te verplaatsen meer richting Korevaarstraat, dat laten we vallen. Ja. Dat vindt soms weer niemand een goed idee en het zou ook weer een hoop heisa betekenen voor wat betreft het opnieuw meten van de parcoursen en het krijgen van een goedkeuring van de KNU. Ik werk 40 uur per week. Mensen zeggen dan inderdaad altijd wel, jeetje, 40 uur, je organiseert een hardloopwedstrijd, dus waarom zou je daar zo lang mee bezig zijn? Ja, maar wat doen jullie dan? Want het is toch maar één dag in het jaar. Dus, ja, dat is waar en heel eerlijk, voordat ik hier werkte, ja, dacht ik ook van ja, hoe kan je daar nou een heel jaar mee bezig zijn? En namens iedereen van het Marathonbureau natuurlijk nogmaals een heel goed nieuw jaar gewenst. En ik weet één ding zeker, dat is dat hij langer wordt dan vorig jaar. Het is wel altijd leuk om even een puntje te hebben, oké, ze denken in ieder geval aan ons. Ze bellen ons niet twee weken voor de marathon op, van kom je nog? Dit is wat natuurlijk de voorbereiding zou je kunnen zeggen van de marathon. Wat al die mannen toch allemaal voor plannen hebben. En ook wat ik toch heel aardig vind, de geweldige inzet van vrijwilligers. Waar jij dan ook van zegt van als het betaald zou moeten worden, dan zou ik het niet meer doen. En als ik dan hoor dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik ben zo'n 20 uur in de week, het hele jaar door, met die marathon bezig. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Het is echt een groot sociaal project. Ja. Je mag het ook een heel grote vriendenclub noemen. We hebben serieus bijna 1100 vrijwilligers. Natuurlijk zijn die 1100 vooral in het weekend bezig. En is er toch gauw een 30, 40 mensen het hele jaar wel bezig. Mm-hmm. En rondom het weekend, dus wekenlang daarvoor, zijn er al zeker 100, 150 bezig. Ja. En dat zijn bevlogen mensen die soms al 10, 20, ja. 25 jaar meedoen. Ja. Waarom? We doen het samen. Ja. Ik kan makkelijk wegstappen. Ja. Dan gaat die marathon echt door. Want ze denken altijd dat ik dat maar doe. Ja, natuurlijk geef ik een duw en zo. Ja. Maar het kan echt zonder ieder van ons. En we doen het allemaal samen. En je staat natuurlijk gewoon wel bij de finish. Sta je iedereen toch min of meer te verwelkomen. Ik heb zelf een keer of twee, geloof ik, de halve marathon gedaan. En bij de laatste keer heb ik nog de 10 kilometer gedaan. Dat doe ik nou niet meer. Nee. Ik liep toen eigenlijk alleen maar vriendje te worden met de politie die de rijen helemaal sloot. Dat vond ik dan niet zo erg en zo. Maar op laatst heb je dan toch, want je denkt, nou, moet ook een moment komen dat je ermee ophoudt. Maar jij was wel de allerlaatste, ik was de allerlaatste en jij was zelfs toen nog bereid om mij te verwelkomen. Dat zou ik ook niet vergeten. We laten nog even zien hoe zo'n wedstrijd natuurlijk in elkaar zit. Want je kan wel over voorbereidingen praten, maar de wedstrijd zelf is belangrijk. 7392. Ik kan niet geloven dat het nu eenmaal zover is. En het weer, het is. Het kan niet beter. Vanmorgen lag ik in bed om 7 uur, toen kwam het met bakka de lucht vandaan. En nu het mooiste weer van de wereld. Nou, ik heb wel een beetje buikpijn van je. Ja. Ik vind het heel erg spannend, ja. We gaan het wel zien. Ik kan niet wachten, echt waar. Ik heb echt onwijs zin in. Come on.
uitluchtje. Dat wel. Het spreekt is waar. Ja, dat was het. Ik wens je, we zijn aan een heleboel dingen niet toegekomen in een half uur. We hebben het voornamelijk over de marathon gehad. Maar ik zou je nog wel even willen vragen wat je plannen voor de toekomst zijn. Waarvan zeg je, daar wil ik me nog voor blijven inzetten in het grote Leidse geheel, zoals je dat tot nu toe gedaan hebt? Leidse Rembrandtdagen. Die gaan er nog komen. Okay. Dat wordt nog heel erg leuk. Okay. Dus daar gaat iedereen nog wel van horen. Okay. Rembrandt Experience ben ik nog mee bezig. Mm-hmm. Dat is een bezoekerscentrum. Daar komen we ook nog wel op terug. En ik ga ook de Bollenstreek in. Ja. Want ik ben gevraagd om de Duinenbolle Vierdaagse daar te gaan organiseren. Okay. Dat moet de grote tegenhanger van de Vierdaagse in Nijmegen gaan worden. Ja, ja. Nog eventjes, iedereen die denkt, nou, ik zou misschien toch nog wel wat willen doen, is van harte welkom om zich als vrijwilliger bij jou te melden. Er zijn al voldoende open plekken voor de mensen die nog mee willen lopen. Wat zijn de afstanden? 42, 21, 10 en 5 kilometer. En de kidsrun natuurlijk van 2.1. En misschien is dat wel de leukste van allemaal. Dat ben ik met je eens. Maar in al die wedstrijden is nog plek. Zeker. En mensen kunnen zich nog opgeven. Dank je wel. Ik wens je ontzettend veel succes. Juist omdat het ongelooflijk spannend is dat er weer dingen gaan gebeuren. De deuren gaan gelukkig weer open in ons leven. En het is heel bijzonder dat juist in Leiden het geval is. Dankjewel, Tjeerd. Ik wil toch de kijkers ook bedanken. U melden dat wij volgende week op zondag 3 oktober... U weet, op 4 oktober zijn de meeste festiviteiten. Maar op 3 oktober is het toch 3 oktober... dat wij een speciale uitzending hebben van Licht op Leiden. En die gaat natuurlijk helemaal over 3 oktober. Dank jullie wel.